Ik ga zo met Daan. Ja? Ik ga zo met Daan op buitenrit. Daan gaat op Boris en ik ga op Blondie. Ik heb heel veel zin in. Ja, Blondie die heeft woorden al uit mijn mond gehaald. Zo, ik ben er klaar voor. En op wie moeten we nu wachten? Ja, op Daan. Toen Tessa klaar was, ging zij opstappen met één voet. Zo, 1, 2, zo, erop, op Blondie. Daar gaan we. Ze liepen deze kant op. Je ziet daar aan de rechterkant een hond. Woef, woef. Ze liepen langs het gras over het fietspad. Tom, pidom, pidom, pidom. Ik heb opgezocht of je met je paard door McDrive mag. Ja? Ze willen het liever niet, maar het mag wel. Niet meer geweest. Maar in het tweede bos denk ik al 200 jaar niet meer. Maar het was leuk. Ja. Ja, het was leuk. Het was lekker. Goed zo. Goed voor het hoofd vakken. Ja, ja. In deze coronatijdperk, het zijn dingen wat anders. En wij zitten nu niet gezellig in de warme kantine met een kopje thee even te wachten. Nee, wij zitten in een koude auto. Maar ook daar wen je aan, want Boris staat nog even op de wei en dat gunnen we hem natuurlijk. Dus we wachten even tot we hem eraf kunnen halen. En dan zijn we ondertussen gewoon in de auto. Ik heb net gewerkt. Dat doe ik in de kantine ook. Maar nu zijn we even samen. Nou ja, Tess is op zoek naar iemand. Een film aan het kijken. Kijk, zij speelt erin mee. Zo. Ik heb een dekentje. Ik vind het maar koud. Tess zit onder de jas. Die wil niet onder de deken. Ik wil er wel onder. Net zei je van niet. En nu ineens wel. Ik vind het een beetje lastig. Dat is zeker. En dus zo vermaken we ook in coronatijd, vermaken we ons wel. En maak je er maar het beste van. Oeh, zo. Ik ben hier samen met Boris. Blondie staat even lekker op de wei. Ik heb zo les met Boris. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga maar verder samen, want... Want het dekje zit er al op. De peeskapjes heeft hij al om. En nu gaan Boris en Tessa samen rijden. Dat was het. Zo, ik heb net les gehad met Boris. Ik ga Boris dus even afzadelen. Dan ga ik hem in de molen zetten. Daar zet ik Blondie bij. Ik ga afzadelen. Van EcoStyle hebben wij de nieuwe Cool Gel te pakken. Tadaa! Vertel, wat heeft Major gedaan? Nou, Major is een jonge hengst. En Major die is een beetje onstuimig af en toe in dat opzicht. Dus wilden we even een paar mooie foto's van hem maken. Toen dacht hij toch even net een beetje anders over. Dus hij had best een beetje wild gedaan. En dan had hij de volgende dag een dikke kogel. Hij was gisteren heel dik. Vandaag een beetje dik. Ik zei tegen Rebecca, hebben jullie ook groene leem? Zei ze, nee, maar ik heb wel een nieuwe Cool Gel. Die zorgt ook voor een diepkoelend effect. Sowieso als ik Cool Gel opsmeer, niet alleen maar deze natuurlijk. Hè, doe ik het altijd wel echt goed invrijven. Want ik zie ook mensen die wel eens Cool Gel erop doen. Maar die paarden hebben natuurlijk haren. En dan komt dat natuurlijk niet echt door. Ik wil niet per se de haren koelen, maar ik wil natuurlijk dieper koelen. En het ruikt ook lekker. Lekker. Niet super over. Je hebt ook wel eens van die Cool Gels, dan ben je gelijk... Dat, maar dat weet je nu niet. Ik heb de hele dag op school gezeten en nu zijn we op de Arkhoeven. We hebben net gelivestreamd. Ik ga nu Boris even uit het paddock halen, want die heeft vandaag vrij. Gelivestreamd bij de Arkhoeven, niet bij Hart voor Paarden nog. Oh, bij de Arkhoeven hebben we gelivestreamd. Ik ga nu Boris uit het paddock halen, dan ga ik Blondie op de wei zetten. En dat is, dan ga ik rijden, ja.
Maar natuurlijk moet eerst Boris uit dit gekke hok gehaald worden. Ik ben hier nu met Blondie. Ik heb Blondie net uit de wei gehaald. Dus daarom heeft ze ook nog peeschapjes om. Ik ga haar nu even lekker poetsen en dan ga ik met haar rijden. Tessa pakt inmiddels de spullen zo snel dat ze boom in één keer op Blondie zit. Zo, ik heb net gereden op Blondie. Ik heb nog wat hulp gehad van Daan. Dat vond ik echt super fijn. Want dan racen ze langs en zei ze van hakken omlaag of handen stil, armen ontspannen. En dat was wel heel erg fijn dat ze hem gewoon af en toe even langs reed en dan me even hielp. Daar heb ik echt wat aan gehad. Blondie die was helemaal bezweet. Ze zit nu heel erg in haar wintervacht en ze verhardt ook nog niet echt. Alleen dat begint er wel aan te komen, denk ik. Want ze heeft echt een hele dikke vacht. Ik denk dat haar haren wel echt zo lang zijn. En dat is best wel heel erg lang. En voor een zomervacht is het meestal maar zo lang, denk ik. Volgens mij. Ach, iets zo, ja. Wij zijn op weg naar huis. Wat gaan we morgen doen? Hetzelfde als vandaag, denk ik zo. Ah, ik ga morgen denk ik zelf rijden. Ja. Ik ga morgen volgens mij op Boris rijden. Blondie denk ik ook. Of Daan rijdt op een van de twee. Volgens mij gaat Daan morgen op Boris rijden. Oké, dan rij ik morgen volgens op Blondie. Mij is Blondie morgen even vrij dan, of niet? Nee, Blondie is zondag al vrij geweest. Ja, maar ze mag wel 2-3 dagen vrij. Nou, dan geef ik er nog een dagje vrij morgen. Ja, hoeft niet, maar moet even Ik denk misschien even zonder zadel of een stukje stappen. Ja, dat is wel lekker voor een stukje draven. Nou, ik denk dat dat gaat doen. Daan rijdt morgen dus Boris. Dat is de planning van morgen. Vandaag, even nadenken, dinsdag. En ik ga vandaag eerst even met mijn vader naar het pand toe. Daar ga ik even aan huiswerk zitten. En dan schakelen we nu over naar mijn moeder, denk ik. Nou, die ligt nu nog in haar bed. Want ik ga nu mijn huiswerk doen. De camera was leeg, dus geen beelden. Goedemorgen, veel te vroeg, woensdagochtend. Gisteren waren we de camera vergeten. Dat hebben we ook niet met de telefoon gefilmd, sorry. Alice is inmiddels zo ruim 2 weken geleden geopereerd. Op een dinsdag, vandaag woensdag. Dus iets meer dan 2 weken. Ze zit voor het laatst aan de antibioticum. Het gaat eigenlijk heel goed met haar. Ja, even laten zien dat het goed met je gaat. Ja. Maar van evenstaal hebben we maag en darm. Omdat Alice wel wat lastig is met haar darmpjes. Overigens niet meer sinds ze op dat voer zit. Hier gaat dat pilletje in. Mooi roze pilletje. Geef haar ook pyrogenium. Het is geregistreerd voor de hond, heb ik inmiddels begrepen. Ik doe 1 spuitje, want het gaat er eigenlijk niet om hoeveel je geeft. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar het gaat er weer om dat ze het meerdere keren per dag krijgt. Dat lukt ze wel. Alsjeblieft. Van Ikkelstaan mochten wij de detox proberen. Alleen zowel Verona als Blondie, die doen het hartstikke goed momenteel. Dus eigenlijk wilde ik het niet. Maar jij hebt... Ik heb Just. Het is een beetje donker voor Just. Je ziet Just. We moeten Just even... Hallo Just. Just is een ja, daarom wil ik ook altijd lichte paarden. Ja, precies. Begin jij zelf aan het eten? Oké. Okay. Just heeft een beetje problemen gehad met ontstoken oren, een ontstoken kaak en dat soort dingen. Is echt een beetje een merrie. Niet echt een pismerrie, maar wel dat ze heel gevoelig is op bepaalde dingen. Dus ik vind het super leuk om dit uit te testen. Ze krijgt het nu 1 dag of 3. Dus ik ben heel benieuwd wat het voor resultaten gaat geven. Klaar op de Arkhof met Steven Daan. Was leuk. Nu ga ik Alice halen. Die is bij de kapper geweest voor het eerst weer na haar operatie. Alice is er weer. Tadaa. Hi Alice. Je wilt te zien eigenlijk. Jawel. Weer. Hallo Alice. Alice. Kijk, daar is ze. Lekker gewassen en geknipt. Dus dan ziet ze er weer een stuk gezelliger uit. En achter de oortjes weer helemaal schoon. Natuurlijk houden we het zelf ook bij. Maar het is wel fijn dat het elke maand weer gebeurt. Vroom.
Ik ga zo naar de kantine. Tess heeft les met Boris. Door de coronatijd zit ik nu in de kantine. Tess in de bak met Boris. Dus we gaan even kijken hoe dat gaat. Oké, we bellen Tessa. Hallo Tess. Weet je wat heel erg is met rijden? Je doet jezelf eerder slechte dingen aanleren als slechte dingen afleren. Dus als jij jezelf ooit vroeger als 10-jarig meisje jezelf geleerd hebt om met je handen naar binnen te rijden, dan is zeg maar op een moment dat je je er niet bewust van bent, zeggen jouw hersenen, die duimen naar beneden is het makkelijkst, want dat hebben we opgeslagen. Dus jij moet, net als dat je een paard of iemand iets wil leren, moet je sowieso er zelf heel bewust van zijn, dat jij jezelf dus continu kan leren, nee, die duimen plat, dat mag niet, die duim moet er bovenop. En als jij dus dat elke dag een aantal dagen achter elkaar kan doen, dan gaat dat steeds meer in je hersenen zitten. Ja, maar zo loopt hij er ook bij. Als ik dan naar hem kijk, denk ik, nou, die is niet geïnteresseerd. Ja, goed zo. Dus jij bent dan eigenlijk de gymleraar die tegen hem zegt, hup hup, choppie choppie, energie erin. Je bent een jonge jongen. Ik ben mijn spulletjes aan het opruimen van het rijden op Boris. Hier is Kier. Boris die is nu even in de stapmolen aan het uitstappen. Kier geeft een kusje aan jullie. Ah, geef je een kusje. Nou. Het is vandaag 2 april, dus dat is Verona's verjaardag. En we vieren niet alleen op midden op een feest, maar ook op de Arkhoeven. Ik heb hier een prutje van een beetje de overblijfsel, dus wortel met appel. En dit ga ik nu aan de paardjes hier achter geven. Blondie en Boris zijn gewisseld van stal. En ik heb hier nog een gevulde appel voor Blondie, die taart. Taart is voor Verona. Blondie zit op dit moment in de wei, maar ik leg er wel alvast haar gevulde appel neer. Die zit hier. Dit is Blondie haar nieuwe stal. Hier blijft ze voorlopig. Hier blijft ze niet staan. Want ze moest daar echt weg, omdat daar natuurlijk nu 2 hengsten staan. Dus dit is tijdelijk en hierna gaat ze ergens anders staan. Tess en ik hebben een beetje een off day, dus de paardjes staan op de wei. En we hebben niet zo heel veel zin vandaag, meestal wel, maar soms een keertje niet. Dus nee. Ze staan nu op de wei, Boris en Blondie. En die gaan we straks eraf halen en wij gaan dan maar even film kijken in de auto. Ja. Gek hè, corona. Goedemorgen, ik neem jullie vandaag een dagje mee. Dit is Tessa, de mooie werkplek waar ze al haar schoolwerk doet. Dit is Tessa's hoofd als ze de schoolwerk doet. Ze stopt iets in de tasje en gaat daarna lunchen met mijn vader. Die doet alsof hij er niet is, terwijl hij een boterhammetje met melk aan het eten is. Drinken. Het is drinken. Melk eet je niet, melk drink je. Ik ga vandaag op Blondie en Boris rijden. Ik ga nu naar Blondie toe om haar op te zadelen. Want door de nieuwe hengst ga ik niet meer daar zadelen. Tess is hier even bezig om op Blondie te klimmen, wat eventjes kan duren. Ik heb net Blondie gereden en nu is het tijd voor Boris. Ik heb Blondie net nog heel even uitgestapt zonder zadel. Dat vond ik heel erg fijn. Jullie hebben net gezien hoe ik zat te struikelen zonder krukje. Uiteindelijk heeft het hek me gered. Nu ga ik op Boris rijden en ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb net op Boris gereden. Dat ging eigenlijk best goed. We hebben vooral veel gegalopeerd. Want dat vind ik ook even fijn om weer even te doen. Gewoon even lekker met hem te galopperen en lekker te gaan oefenen. Ik heb nu het
aan iedereen, voor iedereen wat aan het maken. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik vond het een leuke week. En dan zie ik jullie morgen weer bij de zondagvideo. Eike heeft ook wat te zeggen.